Michele Geudens, ik ben de OCMW-voorzitter hier in Meerhout en we staan hier voor de nieuwbouw van woonzorgcentrum De Berk. We hebben vrijdagavond de openingsreceptie gehad met minister Van Deurzen en vandaag hebben we hier op 25 oktober de open deurdag van onze nieuwbouw. In deze nieuwbouw hebben we ook 74 kamers, net zoals in de oude bouw. We werken wel op een heel andere manier. We werken hier met leefruimtes. Per 12 personen is er een leefruimte. Ze kunnen zitten in een mooie living, dus een beetje een huiselijke sfeer die we hier kunnen bewaren. En ook de kamers hebben alle nieuwe faciliteiten die de hedendaagse woningen van vandaag vereisen. Dus in elke kamer is er ook een sanitaire cel met een douche en een toilet. We hebben ook een speciaal snoezelbad waar mensen een beetje kunnen genieten van wellness. Het is een heel fijne ervaring die ze hier kunnen hebben. Ik denk dat het een heel mooie nieuwbouw is. We zijn er heel trots op. Er zijn hier 74 bewoners. Welkom. 71 voor een langer verblijf en 3 voor kort verblijf. Wij blijven ook nog steeds met vrijwilligers werken in onze cafetaria. Die openingsuren blijven nog steeds dezelfde. Dus zodat elke inwoner van Meerhout of omstreken hier iets kan komen drinken. We gaan ook van onze cafetaria een sociaal restaurant maken. Waar dus ook Meerhoutenaren kunnen komen eten tegen democratische prijzen. De indruk als ik hier binnenkwam is heel fijn. Verzorgde afwerking, alles heel licht geschilderd. Op 10 november verhuizen we officieel, dus dan worden alle bewoners verhuisd van de oude bouw naar de nieuwbouw. En ook daarvoor hebben we al verschillende vrijwilligers gezocht die ons daarbij gaan helpen. Dus vanaf 11 november is het officieel dat alle bewoners hier achter mij zullen wonen.